Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M. Goedemiddag, als iedereen even zijn vervoersbewijs kan laten zien. Gast heeft politie gebeld, omdat je op eigen terrein shit. Oké. Stop. Filmscènes zijn soms zo episch of ongeloofwaardig dat je je afvraagt, kan dit wel? De gierige gasten gaan voor jou de meest bizarre, extreme en ronduit belachelijke experimenten aan om dit uit te zoeken. En dat doen ze voor jou, zodat jij dit hoeft te doen. Nou, jongens, zitten we weer. Nieuwe aflevering. We gaan weer filmbussen samen met M&M's. Exciting. Ja. Volgens mij gaat dit een hele leuke worden. Je hebt script gelezen. Ja, ik heb het script gelezen. Dit gaat heel leuk worden. Ja, zullen we snel kijken hoe het wordt dan? In Catch Me If You Can speelt Leonardo DiCaprio een meesteroplichter. Hij infiltreert als piloot, doet zich voor als dokter en later als advocaat. Wat dat betreft lijkt zijn leven een beetje op hoe jullie je leven bij elkaar graaien. Maar lukt het jullie ook om in de huid van iemand anders te kruipen en ergens te infiltreren? Dit is ook wel een beetje giergastenstijl, toch? Ja. Gast, dit is giergasten. Dit is giergasten. Ja. Ze hebben dit script van ons gejat. Ja, en daar hebben ze Leonardo voor gebruikt. Ja, zoals ze mij hadden kunnen bellen. Maar niet hebben gedaan. Nee. En ik snap waarom. Want ze konden Leonardo bellen. Ja. Frank Abagnale Jr. Die heeft jarenlang de FBI om de tuin geleid. Ja. Hij ging voor de klas staan. Deed zich voor als een of andere docent van de universiteit. Hij kwam overal binnen en verdiende ook nog veel knaken ermee. Nou jongen, jouw natte droom gaat uitkomen. Want dit is wat we vandaag gaan busten. Wij gaan kijken of we ook ergens kunnen werken. Maar eigenlijk helemaal niet werken. In Catch Me If You Can gaat Frank Abagnale Jr. a.k.a. Leonardo DiCaprio dus als piloot door het leven. Ja. Maar dan kunnen we wel serieus problemen krijgen met justitie. Dus misschien moeten we even een beroep kiezen wat iets minder strafbaar is. Hè? Ja, dus zoals misschien... politieagent. Maar dan zeg maar de light versie, dan kom je bij de BOA uit. Ja, nee, dat kan. De BOA. Ik zat te denken aan tramconducteur. Ja. Leuk. Lekker inblenden. Mooie. Knopjes drukken. Ik denk sportinstructeur is ook altijd lachen. Ja, toch gewoon de sportschool binnenlopen en kijken of jij de leiding kan nemen. Ja, bah, lekker. Om dit soort method actors te worden, hebben we natuurlijk wel wat tips en tricks nodig van een echte filmacteur. En die hebben we, Ronald Kalter. Kijk eens. Goed dat je er bent, man. Dankjewel. Bedankt voor de gastvrijheid. Ronald, wij hebben zeg maar al een beetje besloten van... Oké, we willen een BOA worden, we willen een conducteur worden... en we willen een fitness trainer worden. Infiltreren. Ja. Hoe moet dit gaan gebeuren? Ik denk dat de grootste tip die je kan geven... en dat geldt eigenlijk op het theater of voor de camera... is zolang jij zelf echt gelooft in wat je staat te spelen... dan gelooft eigenlijk iedereen dat ook. Ik heb een cursus gevolgd. Ik ben halverwege de les ben ik weggerend. Echt waar? Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja, en ik was Gerben in Vrijland. Dus... Nou, cool. Laten we beginnen. Laten we trainen. Top. Oké, dus zoals ik net zei, hoe beter jij straks je personage kent, hoe beter je die gaat kunnen spelen. We gaan een soort auditietje doen, stel ik voor. Okay. Ik wil graag van jullie alle drie je beste opkomst zien als BOA. Wat zijn we hier aan het doen, jongens? Dit mag absoluut niet. Collega's, sorry dat ik het vraag, maar hoe willen we dat gaan aanvliegen? Er staan... twee senioren binnen anderhalve meter bij elkaar. Moeten we die aanspreken? Moet het een boete worden? Of hoe zouden jullie dit doen? Oppakken? Oké. Heren, zeg eens, waar staan we op? Inderdaad, dit is een voetpad. En wat heb je nou onder je reet zitten? Een fiets. Dus waar moet jij heen? Is jij mijn huis? Waar moet je heen? Moet je dan daar fietsen of moet je dan daar fietsen op het fietspad? Nou, dat dacht ik dus ook. Ja. Ik denk dat jij het beste kan acteren, maar ik vind eigenlijk dat bij Joost het als gegoten staat, die BOA. Dus Joost wordt de BOA. Yes. De mislukte agent. Gewoon volgende scène. Even kijken, we doen nu een auditie voor de conducteur van de GVB. Ja. Maak zelf een keuze dus. Laagstaats, hoge status, mensgericht, taakgericht. Oké. En kom gewoon met de aanbod. Kaartjes, alsjeblieft. Dankjewel. Dit is een bibliotheekpas. Dat telt natuurlijk niet. Even kijken, hoor. In de tram? Nee, geen genoeg saldo. In Den Haag misschien of zo? Maar ja, ik krijg veel te weinig betaald. Dus blijf lekker zitten, meneer. Ja, oké.
Je moet eigenlijk op zoek gaan naar het conflict straks, want we gaan het straks in de scène even gooien. Goeiedag mevrouw en meneer, goeiedag. Man in de blauwe trui! Kun je ook nog even inscannen? Godverdomme. Man in de blauwe trui, eruit! Eruit! Dat soort schoren wil ik niet in mijn tram. Goeiedag mevrouw. Ja, misschien moeten we jou dan gewoon toch die fitnesscoach geven, omdat jij toch eigenlijk alles wel kan spelen. Ja, het is wel de meest actieve rol. Ja, zeker. Wel conditie voor nodig. Ik zou voorstellen om je wel eerst om te kleden. Ja? Zodat je echt even kan transformeren en echt ook even kan voelen van, nou, dit is mijn personage. Dan stel ik voor dat we het nu in de praktijk gaan brengen en dat we dus naar buiten gaan. Kijk, even op de houding, riem vast. Ja. Ik ben helemaal klaar, jongen. Boa. Ja, je regenjas zit goed. Ja, ik ben bestendig tegen... Oh, 14. Alleen nog twee langlaufstokken hebben we nodig. Nou, succes. Dan gaan we. Het doel is eigenlijk ook niet om de mensen voor de gek te houden. Hè. Ik wil gewoon infiltreren bij mijn collega's. Ik wil zo meteen part of a team zijn. We gaan kijken hoe dat gaat werken. Yes, aangekomen locatie. Oké. Okay. Goeiedag. Goeiedag. Hoi. Ik heb een 552 doorgekregen. 552? Een 552 melding. Wat is dat? Wij praten niet over die groep. Dit is zij natuurlijk, Rij. Ik ben vanuit Duivendrecht overgestuurd. Oh, zo. Ja, kan ik misschien ook zo'n outfitje pakken? Ja? Oké. Okay. Collega's, goed jullie weer te zien, jongens. Hey, collega. Top. Dankjewel. Neem het over van de vuur. Goedemiddag. Hoe is het hier? Goed. Mooi. Ik heb een 552 gekregen vanuit Duivendrecht dat ik hier even bij kom staan. Dus mijn vraag is of ik een jasje mag en dan... Nee, ik ben van de handhaving. Tenzij het er wel in staat hoor. Als het er wel in staat, Joost Krijma. Joost? Ja, Krijma. K-R-A-I-M-A. Check alleen maar, zeg maar, in op basis van... Zal ik mijn baas even bellen? Ja, doe maar. Ja, hallo. Hey, Sjoerd. Ja. Yeah. Sjoerd, hey, ik sta hier nu. Mm-hmm. Maar ze weten van niks. Ik sta niet in het systeem. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ze weten niet dat ik vanuit... Kan ik je even handen geven? Ja, doe maar even. Dat kan niet, hoor. Goed. Hey, Sjoerd. Alsjeblieft. Ja, hi, met Sjoerd. Hi, ik had gehoord dat er een miscommunicatie was. Nou, wij hebben vanuit ons gewoon een vraag gekomen van kunnen jullie iemand sturen? Nou, dat is gebeurd. Ja, ik maak mij niet uit. Ik dacht dat jullie versterking nodig hadden. Ja, dat weet hij zelf. Dus zet hem maar gewoon aan het werk. Oké, okay, dankjewel. Fijne dag. Hij wordt nu aan het werk. Maar ik weet niet wat hij dan moet doen, hoor. Nee. Dus ik zei, hij weet heel goed wat hij moet doen. Oh, oké. Okay. Nou, dan... Weet u waar ingang Z is? Ingang Z. Stukje die kant op lopen en dan ga je van de eerste links. Ingang Z, stukje die... Maar kunt u precies aanwijzen? Ja. Ik kom net van die kant. Ja, dat kan ik je prima aanwijzen. Hoe heb jij deze fucking jas gekregen? Dit is toch lijp, maar dat heb ik echt... Daar had ik onze expert Ronald echt voor nodig. Ja. Kijk, hem hij ik... acteerde het fucking goed. Kijk, hem kon ik nog wel omwillen. Zo van, lijm me er even heen. Dus hij bracht me naar binnen. Ja. En zij zei, jij staat niet in het systeem, weet je wel. Maar wij hadden dit toevallig al vooraf een beetje besproken. Van oké, stel dat het niet lukt, dan bel ik jou in. Dan ben jij mijn baas vanuit handhaven Duivendrecht. Dus jij wist ook precies wat je moest zeggen. Ja, je was echt perfect. Dit was echt top. En kijk, zij vroeg aan mij zo van, maar je staat helemaal niet in, ik weet niet wat je moet doen. Ik zei, ik ga liefst ook weer weg, hoor. Ja, precies. Ja. En ik zei, jullie hebben ons opgebeld, dus maakt mij niet uit. Maar hij weet donders goed wat hij moet doen, ik zou hem gewoon lekker doorlaten. Maar goed, ik denk dat we binnen zijn. Aan het werk. Aan het werk. En hier, thanks man, lekker gedaan. Zeg eens. Hoe laat is het uitlopen? Nou ja, dat is lastig om te zeggen. Dit gaat wel even duren, ja. Ja, nee, dit event, luxe event, je weet wel, die rijke mensen. Dat gaat wel verduren. Maar ik sta eigenlijk bij transport. Ik ben bij transport. Dus we houden al deze jongens in de gaten. Meneer,
Hoe is het ermee? Ik hoor je niet zo goed. Ik hoor je, zou je even met de motor even af willen zetten? Ik zit vandaag op transport. Ja. Even kijken hoe het hier binnenkomt. Ja. Hoe lang heb je nodig hier, denk je? Al slijmen dood. Uurtje? Uurtje. Top man, hou dat in de gaten. Okay. Werk ze! Je bent gewoon een vlogger, toch? Ook. Daar herkende ik je van. Ja. Ja, goed? Maar die gasten hebben politie nu gebeld. Oh, echt joh? Want je bent nu op eigen terrein iets aan het doen wat eigenlijk niet mag. Oké, nou dan merken we het vanzelf. Dat is ook wel mee oppassen, man. Maar de politie is gebeld? Dat zeg je ja, me niet. Ja, die gast heeft de politie gebeld omdat je op eigen terrein shit had. Ah, oké. En jij komt mij even waarschuwen. Ja, dat wat er gaat komen, dat je, als er wat komt, dat je in ieder geval weet wat er is gebeurd. Ik ben net gewaarschuwd door mijn collega dat de politie is gebeld, want ik ben herkend als vlogger. Maar dit is dus echt de film. Dit is gewoon, je infiltreert en als je ontdekt wordt en de autoriteiten komen, dan ben je weer weg. Dus dat is dit gedeelte, toch? Dit was hem. Maar je kan dus infiltreren. Wauw. Dit was echt Catch Me If You Can. Gast. Ja, en je bent gepakt, gast. Uiteindelijk. Ja. Kat. Maar hoe hadden ze door dat jij er niet bij hoorde dan? Want je had toch gewoon die jas van hun? Ze herkennen me. Ja. Sommige jongens herkennen me. Dat is niet erg, maar ja, we zijn nu ook de politie net iets eerder weg voordat zij er zijn. Nice. Dus gewoon, jij bent fucking Leonardo DiCaprio. Ja, man. Was je Oscar. Je zelf. Ja. Let's go. Plan der campagne. Jij gaat er straks heen. Jij komt daar om een kwartiertje buiktraining te doen. Buikspierkwartiertje. Buikspierkwartiertje. Ja. Volgens mij is het gewoon bluffen. Ja. Dit is, jij bent mijn schoonvader. Oeh, het zit dicht in de familie. De baas. Ja. Fit for free. Ja, daar willen we geen vraagteken stellen. Laat het maar door. Ja. Oké. Okay. Hey. Succes. Hey Bram, dankjewel hè. Waar is het dan? Oh, hier zo. Want je hebt wel een heel plan hoe je bij de balie binnen moet gaan komen. Maar uiteindelijk blijkt dus dat je gewoon door kan lopen. Dus we zijn nu al binnen. Het enige wat ik nog even moet doen is om een ruimte te vinden waar dat buikspierkwartierlesje gaat plaatsvinden. En daarna moet ik gewoon even langs de mensen. Dus ik ga nu even zoeken naar een goede plek. Camera's neerleggen, ergens. Ja. We gaan zo buikspierkwartier. Ik ben niet van mij. Buikspierkwartier? Ja. Zometeen? Ja. Ja, ik ben. 10 minuutjes. Ja. Ah, fuck it, doe het wel buik. Oh, leuk man, top. Ja, let's go man. Zo. Dit is ineens vanavond. Ja, dit is even nieuw bij Fit for Free. We gaan even buikspieroefeningen doen en ik dacht van ja, ik doe het eigenlijk nu in alle zaken van Fit for Free. Dus eigenlijk de hele dag een beetje de apps aan het doen met iedereen. Ja. Let's start off with the basic move. We're gonna do it like this. And we have the feet on the ground. Try to make a 90 degrees with feet. And then we're gonna go upstairs and we're gonna tick on the shoes. Bop. 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 It's a good start. We're not done yet. We're gonna start with the elbows again. Left one. Bop. Right one. Bop. The right one. Left one. Right one. Left one. Tempo within the cycle. On your toes like this. Not too low, not too high with your butt. Amazing job, guys. Amazing. Last 10 seconds. Wow, you did an amazing job, guys. This was a buikspierkwartiertje. Very good. Very good. Very good. No, thank you very much. And see you next week, maybe. Now it's time for beer, yeah. En ze gelooft het. Toch? Ze gelooft.
gelukt? Nou ja, je was lang weg. Absoluut. Je was echt ik lang heb weg. Een sportklasje gegeven. Lekker grap. Ja. Ik ruik het helemaal, je hard werken. Ja, ik heb iets te hard gewerkt voor mijn doen. Maar je was helemaal niet nodig, Bram van Dijk. Nee, nee, klopt inderdaad. Ja, ja, ik liep zo door. Ja? Ja, het was... Ze dachten gewoon, Jack was... Nou ja, ik weet kom je straks een sportleraar binnen dus, die... Er stond niemand, dus ik ben gewoon doorgelopen. Ik ben langs mensen gelopen. Hey, we beginnen over 10 minuten met... buikspierkwartiertje. Deden veel mensen mee? 3 mensen deden er mee. Oh, nou, dat is best lekker. Ja. Dus, kortom, infiltreren bij de sportschool. Werkt. Werkt. Sterker nog, ze verwachten me volgende week weer. Ja. Een tramconducteur naar metroconducteur. Zal ik anders even testen? Doe het. Allemaal ingecheckt? Ja. Ja, zeker weten? Ja. Ik ga zelf een school uit. Top, jongens. Mevrouw, er zijn mensen die klagen over de volume. Misschien iets zachter pijpen. We hoorden net iemand die klaagde over... Ja, maar daar waren ze ruzie aan het maken, dus ik ging daarover. Maar ik bel nu net oh. Met mijn broertje. Oké, nee. Er was een ruzie die daar oh, dat was het. Was. Nee, ik dacht gewoon... Oké, helemaal goed. Okay, super. Heb je ook netjes ingecheckt? Ja, zeker. Ja. Zal ik even kunnen checken? Check it. Ja. Piep, piep. Helemaal goed, mevrouw. Goed, we zien hoe je al helemaal in je houding staat, hè? Meneer, het is niet verplicht, maar als u een mondkapje heeft, is het wel zo fijn om die alvast even op te doen. Doe je hetzelfde, misschien even een mondkapje. Mondkapje alvast. Ja, helemaal goed. Nou ja, 3 mensen hebben een mondkapje opgedaan. Dat vind ik best prima scoren. Nou, het is een mooie volle metro. Ja. Goedemiddag, als iedereen even zijn vervoersbewijs kan laten zien. Het is een kleine steekproef. Ja hoor. Ja, kijk. Ben ik. Ja, helemaal goed. Ja hoor. Daar zijn we hier voor. Helemaal goed, dank je vriendelijk. Ja hoor, helemaal goed. Ja, super. Dank je vriendelijk. Nee. We gaan even de volgende weer eruit. Ja meneer, wat wil je? Wat mag niet? Gewoon instappen en aan passagiers vragen naar vervoerbewijs. Nee, wie mag dat niet? Nee, van GVB. Je moet het even melden. Moet ik eerlijk zeggen, ik voel niet alsof ik echt aan het infiltreren ben. Ik ben meer met gewoon normale mensen een beetje aan lastig vallen om te vragen of ze hebben ingecheckt. Als ze dit willen laten lukken, dan moet ik gewoon bij de conducteur in het hokje komen. Collega, ga me voorstellen, Martijn. Ik begin wat later, maar ik dacht misschien mag ik een stukje meerijden. Maar wie ben jij? Martijn. Ja. Ja, ik doe normaal de tram. Ja. Maar ik heb een uurtje vrij. Ik dacht misschien, ik vind het wel leuk om de andere kant ook een beetje te zien. Maar je bent trambestuurder? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is super taardig. Nee, ja. Maar ik dacht... Ja? Oh, dat vind ik wel gezellig. Wil je toch een overstap naar metro maken? Ja, dat zou wel lekker zijn. Ja. Oké, nou, hij is dus nu meegegaan met de conducteur. En die gelooft dat geloof ik gewoon. Dus hij zit nu in het hockey. Het zou wel leuk zijn als hij nog even wat om kan schreeuwen. Om kan roepen. Kijk eens, hartstikke bedankt. Superleuk om een keer mee te maken. Hartstikke bedankt. Super. Wat fucking leuk, gast. Dat is je gewoon gelukt. Dat zou niemand moeten mogen eigenlijk. Ja, maar zij geloofde wel dat jij van de GVB was. Ja, ik zei ja, ik doe normaal tram, maar dat is echt een passiedingetje. En ik zou het zo leuk vinden om een keer dit ook een keer mee te maken. Oh nee, kom lekker kijken. Ik kom ook van de tram. Dat was echt een makkelijke tram uit. Ja? Ja? Geïnfiltreerd in... Nou, vraag maar aan de expert. Ja, het is gewoon goed gegaan. Het is gewoon, ja, dit was top, toch? Het is in eerste instantie gelukt om de mensen voor de gek te houden. En later is hij nog
met de conducteur meegegaan. Jij hebt voorin gezeten? Ja. Van de metro? Van de metro, ja. Sick. Dus eigenlijk is hij dus niet gebust? Nee, het kan gewoon in het echt ook. Nog steeds, terwijl dit echt een verhaal is uit de jaren 70, zijn we 50 jaar later geen fuck opgeschoten met de beveiliging van ons job. Maar eerlijk, jij hebt wel iedereen goed voor de gek gehouden. En als jij nou kans maakt op het fantastische prijspakket van M&M's, laat even in de comments weten wanneer jij iemand voor de gek hebt gehouden en wie dat deed. Zijn we volgende week gewoon weer terug met een nieuwe en de laatste filmmasters. Maar wie mensen voor de gek houden. Hallo, heel erg bedankt. Volgende week ook even een filmpje. Links op in de beschrijving. Dat is pijn op de neus. Top. Later. Filmbusters werd mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M.